van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Edu Kitchen. En ik zit vandaag in Driebergen. Ik ben op bezoek bij Nivos. En ik heb hier naast me zitten professor Stevens. Voormalig hoogleraar orthopedagogiek aan de verschillende universiteiten. En directeur van het Nivos, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. En afgelopen maand interviewde ik professor Richard Ryan. En die heeft de zelfdeterminatietheorie ontworpen in de jaren 80. En de heer Stevens heeft het model in Nederland geïntroduceerd. Sommigen van u kennen misschien het ARC-model, autonomie, relatie en competentie. En dit zijn vaardigheden die wat mij betreft universeel zijn en nog steeds hartstikke actueel zijn in het onderwijs. En die begrippen zou ik graag met de heer Stevens willen bespreken. Maar ik ben ook benieuwd naar zijn eigen visie op onderwijs, zijn eigen ervaring met onderwijs. Dus een van de eerste vragen die ik u zou willen stellen is als u zelf terugkijkt naar uw tijd op school. Dat mag de middelbare school zijn, maar misschien kan u zelf nog zo ver teruggaan als de basisschool. Hoe heeft u dat ervaren? In het algemeen als een heel fortuinlijke tijd. Zoals iedereen heb ik hele excellente, in de relationele zin, leraren meegemaakt. En leraren die daar heel weinig van begrepen van hun leerlingen. Die het ook niet uitmaakte, leek wel of er nou leerlingen aanwezig waren of niet. Het is niet heel representatief, mijn antwoord. Omdat als je een school betrekkelijk gemakkelijk doorkomt, je een hele andere kijk hebt dan wanneer een school een worsteling vaak is. Dus ik vertrouw mijn eigen beeld van mijn eigen biografie wel, maar in hoeverre dat echt informatief is voor anderen of wat betekent voor anderen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik op het gymnasium heel hard heb moeten werken, dat weet ik wel. Ja. Dat was voluit, ik weet niet hoeveel vakken, en dat is nog zo op de gymnasium. En daar moet je in het algemeen hard werken. Ja. Maar we hadden daar ook een paar hele mooie leraren die ik graag als voorbeeld neem. Ik las op de site van het Nivos dat u refereert naar een docent geschiedenis of Grieks. Latijn, ja, klassieke taal. Dat was Grieks, ja. Die u kon boeien. En ja. Hoe deed deze docent dat? In de eerste plaats door groot respect te hebben voor zijn leerlingen. Hoe uit u dat? Hij zat nooit achter zijn tafel. We hadden dus een klein podiumpje in elke klas met een tafel en een stoel erop. De leraar werd geacht daar plaats te nemen. De meesten deden dat ook. Hij deed dat niet. Hij liep altijd. Was misschien ook een bewegelijk mens, dat zou kunnen. Maar hij was altijd met zijn leerlingen. En niet om controle uit te oefenen, maar uit belangstelling. Zijn aanwezigheid was uitdagend, ondersteunend, was vanzelfsprekend. Ik heb mij door hem altijd zeer gesterkt gevoeld. Hij was strikt, streng, zou je kunnen zeggen. Daar waar het ging om om fairness. Dus hij deed erg zijn best, dan verwachtte hij van ons ook een tegenprestatie. Dat was erg belangrijk voor hem. Hij nam ons serieus, maar hij wilde ook serieus genomen worden. En het was een man die zijn vak als geen ander beheerste. Hij sprak Grieks. Oud-Grieks dan. Hij sprak ook nieuw Grieks. Dat was een fenomeen in mijn ogen. Ja. U heeft het over een podium in de klas. U zegt hij ging niet op dat podium zitten. Nee. Als die docent dus die een klaslokaal verder wel op dat podium zat, door het lokaal ging lopen, was dan die relatie daar dan opeens met de klas? Of is het meer dan van dat podium afstappen? Het podium was voor sommigen heel symbolisch, voor anderen niet zo en voor mijn leraar Grieks helemaal niet. Er waren natuurlijk ook leraren die het zich gemakkelijk maakten en die gingen zitten en lieten ons het werk doen. Dat kan ook. Ik geloof niet dat het zo heel belangrijk was voor de meesten of ze nou op het podium zaten of door de klas
degenen die door de klas heen liepen waren misschien toch wel meer betrokken bij ons dan de anderen. Misschien. Het is ook heel lang geleden. Ja, dat geloof ik. Ja. Op een gegeven moment krijgt u interesse voor orthopedagogie. De opvoedkundige kant ook van onderwijs, van zaken die daarmee te maken hebben, aanverwant zijn. Hoe is die passie ontstaan? Waar begon dat? Dat weet ik niet. Dat was plotseling. Ik las ik wist niet wat ik wilde studeren. Ik wist wel dat het dat het binnen de sociale faculteit zou zijn. Dat wist ik wel. Maar ik las een hele mooie tekst van de studierichting pedagogiek. En ik denk dat is het. Voor die tijd had u andere ambities? Ik had geen andere ambities. Ik wist het eigenlijk zo goed niet. Toen ben ik verder gaan zoeken. Nog ook alternatieven, psychologie, sociologie. Maar ik ben bij de pedagogiek gebleven en naar Utrecht gegaan. En heb daar, ik kan niet zeggen de tijd van beleven, want dat is een beetje overdreven, maar een prachtige tijd gehad als student. Ik voelde mij meteen thuis bij de hoogleraar, Langeveld. Bij Langeveld? Langeveld, ja. Dat was een hele vermaarde pedagoog. Internationaal vermaard en in Nederland een van de belangrijkste. Zou dat een mooi voorbeeld zijn binnen het ARC-model? Is dat iemand die alle facetten van de zelfdeterminatietheorie goed beheerst? Hij was een autoriteit. Maar dan eentje zoals we die uit vroege tijden kennen. Dus hij mat zichzelf ook veel autoriteit aan. En dat is niet direct in overeenstemming met wat de relationele paragraaf in het determinatiemodel bedoelt. Er was toch ook nogal wat toeval aan de orde. Het zelfdeterminatiemodel is een model dat je ook en vooral emancipatoire moet kunnen begrijpen. Dus het is een psychologisch model, maar ik heb er altijd veel pedagogische waarde aan ontleend, omdat het emancipatoire is. Kun u dat expliciteren, wat u daarmee bedoelt? Het gaat om de psychologische basisbehoeften van een mens. En die laat zien dat een mens graag laat zien wat hij kan. Hij laat vanuit zichzelf graag zien wat hij kan. Competentie. Hij laat graag zien dat hij het zelf kan. Autonomie. En hij kan het nooit alleen. Bereiken. Relatie. Zo leg ik het graag uit. In één zin. Ja, dat vind ik leuk dat u dat zo beknopt samenvatten. Want ik probeer toch altijd bij professoren, ik probeer ze te verleiden om hun theorie in twee zinnen te vertalen. Of op zo'n manier te vertellen dat mijn 12-jarige leerlingen dat ook nog zouden begrijpen. En ik vind dit wel een heel duidelijk, een duidelijke manier van uitleggen. Leuk om dat te horen. We hebben het gehad over de zelfdeterminatietheorie. Die is in de jaren 80 kwam die naar voren. Ik meen dat de eerste publicatie 1986 was. Van Daisy en Ryan. Hoe bent u die theorie op het spoor gekomen? Via een artikel in het Journal of Learning Disabilities. Dat was een huistijdschrift, zeg maar. Dat lazen wij allemaal. Mijn leeropdracht was schoolproblemen. In het bijzonder leerstoornissen. Ik heb een wat uitgebreid schoolproblemen. En er was een jong tijdschrift, Journal of Learning Disabilities. En daar verscheen een artikel in van Daisy en Chandler. Dat was in 86, denk ik. Wij hadden een groot project op stapel staan. En daar paste het precies in. Ik was bezig met de leraar-leerling interactie en de behoefte om die kwaliteit van die interactie te verbeteren.
ten dienste van de betrokkenheid en het welbevinden van de leerling en ten dienste van een betere prestatie. Orthopedagogiek heeft altijd te maken met, althans in de school, met leerlingen die het niet makkelijk valt. En dan kun je op de prestatie gaan zitten, maar je kunt ook eerst eens kijken naar de leraar-leerling interactie, of die echt vruchtbaar is. En in dat zelfdeterminatiemodel kwam ik relatie tegen als een menselijke basisbehoefte. Dat kan je natuurlijk ook zelf bedenken. Maar nu stond het empirisch gefundeerd. En ik zag daar mijn kans om de pedagogische paragraaf weer opnieuw in het onderwijs te brengen. De onderwijskunde was toen al dominant in het gesprek over onderwijs. Heel korte tijd is dat gelukt, jaren 70, 80. Ze is nog dominant op de opleidingen. Maar via die weg heb ik de pedagogische paragraaf opnieuw kunnen formuleren. En heb ik dus overal waar ik kwam, die drie basisbehoeften van de Amerikaanse onderzoekers aangeboden. En heeft u ze zelf wel eens gesproken? Bent u wel eens in dialoog? Nee. Mijn rechterhand, Wim van Werkhoven, heeft deze uitvoerig gesproken in Oslo. Wij zijn nooit bij hen geweest. Okay. Hebben ze wel op conferenties gezien, maar ik ken ze niet. Nee, nou, bezoek die vooral een website, dan ziet u een, ja, ik weet het. Een actueel gesprek. Goed. Ik was heel benieuwd in hoeverre u dit model heeft aangepast voor de Nederlandse markt. Want u bent toch degene die, als ik het heb over relatie, autonomie en competentie. Oh, Stevens. Ja, dat klopt. En daarvoor hadden we dus Daisy en Ryan. Maar het is meneer professor Stevens heeft dat hier groot gemaakt. In hoeverre zijn er nog iteraties geweest of heeft u het aangepast voor de Nederlandse context? Ik heb het niet aangepast. Ik heb over het model zelf ook weinig gepubliceerd. Ik heb geen onderzoek gedaan binnen het model. Toch wordt uw naam heel vaak aan dit model verbonden. Ja, omdat ik het in Nederland bekend heb gemaakt. Ja. Dus ik heb het natuurlijk in mijn publicatie of in onze publicaties, als ik met anderen schreef, er bijna altijd aan gerefereerd, omdat het bijna altijd ter sprake komt. En ik heb het in mijn voordrachten, ik heb heel veel voordrachten gegeven vanaf 86, zeg maar. Het, zeg maar, tot 2002, 2003, eigenlijk in elke voordracht aan de orde gesteld. Zo is het gekomen. Het is gebruik geworden en ik ben er heel blij mee, want dat was mijn bedoeling. En dan koppelen ze het aan mijn naam, maar ik zeg er eerlijkheidshalve altijd bij dat het niet van mij is, maar van Daisy en Ryan. Nou, de mensen die ik spreek, die zijn niet zo ver, hoor. Die zeggen Stevens. Ja, zo gaat het. Ja, ja. Zo gaat het. En ik maak me daar niet druk om. Nee, ik ben blij dat u de kans heeft gezien, want ik geloof dat het, ik zei het net al bij de introductie, nog steeds hartstikke actueel is. Ja. En u zegt het vaak in presentaties, die relatie is zo prominent, hè? Die is zo belangrijk als het gaat om leerlingen. U kwam net met een aantal voorbeelden van inspirerende docenten. Hè? U had het altijd over een bepaalde autoriteit die ze hadden, die ze uitstraalden of die ze soms namen. Een ontwikkeling die ik tegenwoordig zie is dat die autoriteit van docenten aan het afnemen is, als ik zo vakliteratuur zoals het onderwijsblad erop nasla. Hoe kijkt u daar tegenaan als het gaat om de autoriteit van de docent? Wat zijn nou de ontwikkelingen geweest sinds u zich daarmee bezighoudt? Het hangt er vanaf hoe je autoriteit definieert. Dat is een retorische vraag. Autoriteit betekent in de eerste plaats jezelf zijn. Innerlijke rust. Weten wat je wil. En weten dat je dat niet alleen kan bereiken. Dus dat je in dit geval het altijd samen met je leerlingen gaat doen. Daar kom je voor je leerlingen. Die ervaren die rust en die overtuiging dat je weet wat je wil. En wachten dan af
gaan, worden ook nieuwsgierig. Autoriteit verwijst naar vertrouwen en zelfvertrouwen. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Zelfvertrouwen, maar ook vertrouwen in de leerlingen. Ik denk dat het ons gaat lukken. Waarom zou het ons niet gaan lukken? Dus je schouwt je leerling als een voelpartner, zoals we dat hier graag zeggen. En je rekent ook op. Trouwens, je hebt ook weinig opties als leraar. Je hebt maar één optie en dat zijn je leerlingen. Je hebt maar één kans. Als je leerlingen die kans geven, kun je jezelf als leraar verder ontwikkelen. En de vraag is, op welke voorwaarden geven jouw leerlingen jou die kans? En die voorwaarden zijn dat ze op jou kunnen rekenen, dat jij fair bent, dat je je vak verstaat, dus je maakt de wiskunde zo boeiend mogelijk. Je weet in elk geval dat dat voor velen niet het makkelijkste vak is, dus daar span je je voor in om het toch toegankelijk te maken. En ze kunnen een praatje met je maken. Dat is heel essentieel. Ik citeer een leerling uit het VMBO. Met leraren moet je een praatje kunnen maken. Er moet een vertrouwensrelatie kunnen zijn. Niet heel diepgaand beslist, maar een zekere vanzelfsprekendheid. En ja, interesse van leraren in leerlingen. Sir, I want to be known. Ik wil gekend worden in de school. Dat is het eerste wat leerlingen willen ervaren. Als een leraar daar serieus op ingaat, is het verbond snel gesloten. En we weten, de literatuur is volstrekt eenduidig als het gaat over de vraag op welke voorwaarden bieden leerlingen zich aan als de medewerker van de leraar. Wat verwachten leerlingen? Die verwachten over de hele aardbol van leraar hetzelfde. Dat ligt in de eerste plaats in de relationele sfeer. Het is een relationeel beroep, zoals Kelstermans, mijn Leuvense collega, schrijft. Het is een typisch relationeel beroep. Als je dat mist, als je die interesse mist, moet je geen leraar worden. Dan gaat het niet goed met je in de school. U zegt het is een typisch relationeel beroep. Een van uw collega's, Gert Biesta, schetste in het prachtige risico van onderwijs hoe het onderwijs aan het doorslaan is naar de kwalificatiekant van onderwijs. Het afrekenen in eindtermen en tussendoelen en toetsen. Het onderwijs voor dilemma's stelt. In hoeverre kunnen wij die relatie aangaan? In hoeverre hebben we daar tijd van? Want we moeten immers aan al deze eisen voldoen. Hoe bereidt u de docenten die u toespreekt voor op deze praktijk, op dat afwegen tussen al die verantwoordelijkheden waar een docent voor staat? Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook geen oplossing voor hun spanningen en met name de discrepantie die ze ervaren tussen hun verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van dit kind, deze leerling, enerzijds en de systeemeisen anderzijds. De bekende spanning tussen systeemeisen en persoonlijke ervaring. De eerste vraag is, wie is hier verantwoordelijk in deze klas? Nou, leraar en leerlingen. Maar in de eerste plaats, de leraar is van, die wordt aangesproken door de schooldirecteur, door de ouders. Nou, hij is dus verantwoordelijk, of zij. En zij mag vanuit die verantwoordelijkheid dus ook eisen stellen aan het systeem. Ze mag ook zeggen, zo frequent toetsen, wat door sommige onderwijsonderzoekers nogal eens wordt gestimuleerd, frequent toetsen. Frequent toetsen zie ik niet als dienstbaar in het didactisch proces zoals ik met mijn leerlingen doormaak. Dus doe ik dat niet. Kent u voorbeelden daarvan? Want wat u zegt, denken heel veel docenten.
ik weet het uit ervaring van de docententafel. Maar uiteindelijk dat ook echt doen en het toetsenbeleid neerleggen. Dat is zo, dat kan je alleen niet zomaar zeggen. Je moet dat als team kunnen zeggen. En die scholen zijn er, althans in het basisonderwijs, voldoende. Die kennen wij ook. De mensen komen ook hier. Die dat systeem weerstaan. Dat systeem in zijn twijfelachtige eisen. Twijfelachtige verwachtingen weerstaan en hun eigen antwoord geven. Dus wel aan de bedoelingen van de wet voldoen. Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen de wet en de bedoelingen van de wet en wat er zo aan verwachtingen en eisen allemaal is ingeslopen. Heel veel daarvan is helemaal niet verplicht, maar wordt als verplicht ervaren. En daar zie je veel angst in het onderwijs. Angst bij bestuurders dat hun scholen niet voldoende presteren, tot zwakke school worden gekwalificeerd. Dat is een hele kwalijke tijd geweest waarin zwakke scholen aan het kruis werden genageld. Die werden benoemd. Er komt meer evenwicht langzamerhand. Er komt weer moed in het onderwijs. En de angst moet de school uit. De angst niet te voldoen aan vaak zelf bedachte verwachtingen die een inspectie heeft, die een bewindsvrouw of bewindsman heeft. Wie is verantwoordelijk en wie bepaalt de condities hier? Dat ben ik, als schooldirecteur of als bestuurder. En de overheid faciliteert en de overheid heeft soms onzinnige vragen. Dan zeg ik dat dat een onzinnige vraag is. U zegt de angst moet de school uit. De angst moet de school uit, ja. De angst bij leraren, schoolleiders, bestuur, ja. U kent die publicatie die de overheid 2 maanden geleden heeft gepubliceerd over de regeltjes die wel en niet uitgevoerd zouden moeten worden op basisscholen. Dat willen ze doen als handreiking naar docenten. Bent u bekend met deze publicatie en heeft u enig idee of dat überhaupt effect heeft? Hoe zorg je er nou voor dat zo'n collectieve angst, waarvan ik meen dat die er is en waarvan die u zojuist benoemd heeft, dat die verdwijnt? Doordat je de overheid haar plaats wijst. De overheid heeft 2 wegen om onderwijs in te richten en te onderhouden. Dat is de wet, wetgeving en financiering. Voor het overige zijn het de professionals die het werk doen. En de overheid maakt het mogelijk. Met wet en geld. Vervolgens heeft de overheid natuurlijk toezicht. Nou, daar hoeven we niet over te spreken. Dat is in Nederland efficiënt georganiseerd. Een overheid die regeltjes voor de praktijk bedenkt, die zich dus mengt in het onderwijsleerproces zelf, is een overheid die veel en veel te ver gaat. Die stapt in de verantwoordelijkheid van de professional. Dat kan een professional nooit accepteren. U zegt het op een hypothetische manier. Hoe kijkt u er tegenaan? Bemoeit de overheid zich net te veel mee? Want u... Kijk eens, de Nederlandse overheid is niet de enige overheid die zich on detail bemoeit met de resultaten en processen. De Engelse, de Franse overheid, ze zijn niet mis. Maar kijk eerst eens wat staat er in de wet. En op welke voorwaarden word ik gefinancierd? Dat moet je goed weten. En daarbinnen schep je je eigen ruimte om je werk te doen. Zo eenvoudig als ik het zeg, is het natuurlijk nooit. Dat weet ik ook wel. Maar dat is de basic. En je bent je bewust van je verantwoordelijkheid, dus ook van je bevoegdheden, om oneigenlijke eisen af te wijzen, ook van ouders. Maar je moet wel weten waar je voor staat. En dat is een van de grote vragen in veel onderwijsinstellingen. Weten ze eigenlijk wel precies waar ze van uitgaan, welke waarden ze willen dienen en waar ze willen uitkomen? Weten ze dat eigenlijk? En zijn ze het met elkaar eens?
Dat is een hele wezenlijke vraag. En in lerarenkamers, zeker in het voortgezet onderwijs, wordt die vraag, zijn wij het hier eens over waar het om gaat met onze leerlingen, die vraag wordt zelden gesteld. In crisissituaties misschien. En meestal is het dan zo dat er wordt voorgesteld om nog meer regels te bedenken. Om de situatie te controleren. Maar je moet het voor zijn. Een schoolgemeenschap regelt zichzelf als het goed is. En er zijn ook regels. Natuurlijk. Ja. Maar niet zoveel. Een paar. Ik hoor hier een opmerking die ik van John Hattie heb gehoord. Marzano van Michael Fullen. Ze zeggen allemaal die shared meaning, die shared vision. Ja. En die lerende schoolcultuur met elkaar praten over het waarom. Dat maakt die school excellent. En dat is toch een enorm grote uitdaging. En dat is ook een van de redenen dat ik bij mensen zoals u en Michael Fullen de vraag stel. Maar hoe verander je die mindset van docenten? Want als er één groep is waarvan ik denk, die vinden het heel moeilijk om te veranderen en heel eng, dan zijn het docenten. Dat is zo. Dus wat dat betreft staan we voor een hele grote uitdaging. U zegt, ken de wet, weet op welke voorwaarden je gefinancierd wordt. Nou, ik kan u vertellen, op de lerarenopleiding krijg je er niks over. Ja. Dus hoe komt die kennis bij de docent? Kijk, een schooldirecteur kent de wet en weet op welke voorwaarden hij wordt of zij wordt gefinancierd. Anders kun je je leiderschap niet waarmaken. Kun je je verantwoordelijkheid niet waarmaken. Dat laat je niet over aan je bestuurder. De bestuurder hoort het ook te weten. Maar jij als schoolleider ook. Dus hier, op dit thema van de school als gemeenschap met gedeelde waarden, is een schoolleider essentieel. Die, ja, dat is denk ik wel de eerste voorwaarde voor een bloeiende gemeenschap. Dat is de presence van een schoolleider. Michael Fullen spreekt over steady and confident presence. Steady and confident presence. Dat is een schoolleider. Dus als hij er niet is, wordt er gewerkt in zijn geest. Dat bedoelt u, ja. Nou, ja. Dat vind ik een hele goede. Als ik de staat van het onderwijs lees, de meest recente versie, dan lees ik dat excellente scholen zich ook kenmerken door excellent leiderschap. Daarmee trek ik bijna automatisch de correlatie met zwakke scholen. Dat die nog eens te maken zouden kunnen hebben met zwak leiderschap. Hoe naar het ook klinkt. Hoe zorg je er nou voor dat je toch verder komt als zo'n school? Zeker als je docenten hebt die meer in de mars hebben dan eruit komt. Hoe zorg je nou dat je daar overheen komt? Want die schoolleider heeft zo'n belangrijke rol. Ja, dat betekent dat je in die egalitaire cultuur, die onze onderwijscultuur is, dat je daar de vraag naar leiderschap indringender stelt en beantwoord. Dat was tot voor nog niet zo lang geleden geen gebruik. De rector of de schooldirecteur was de primus inter pares. Hij was in de eerste plaats collega en in de tweede plaats schoolleider. Kijk, het is andersom. Hij is in de eerste plaats eindverantwoordelijk en daaraan ontleent hij zeggenschap. En dan wordt hij later eventueel collega. Hij is dus, heeft dezelfde opleiding, dezelfde professionaliteit enzovoort. Eerst is er, wie is hier eindverantwoordelijk? De rector, dan heeft hij dus de zeggenschap over de kwaliteit van jouw werk. Misschien dat daar ook anderen iets over kunnen zeggen. Maar hij of zij in elk geval. Dat is niet egalitair denken. Dat is voor ons onderwijs heel moeilijk. Maar wel noodzakelijk. En dat zie je dus aan de scholen die goed gaan. Daar is een, daar staat een stevige rectrix of rector of directeur. Ja. Ja, en de zwakke, zogenaamd zwakke scholen waren niet sterk omdat de directeur zich niet echt een directeur voelde.
die werd gedoogd. Dat is heel bekend in Nederland, dat een schoolleider wordt gedoogd. Die kan geen leiderschap ontwikkelen. Die moet iets anders gaan doen. Dat kan niet. Maar wie gaat hem dat vertellen? Hè? Kijk, dat is, kijk, het onderwijs is aan vele veranderingen onderhevig. Kijk, de curriculum nu staat er nu weer aan te komen. Ik vind het zo een interessante vraag. Als we onderwijs willen veranderen, we kijken heel snel naar de docenten. De docenten moeten het gaan doen. Maar daarboven zit die laag schoolleiderschap, waarvan ik denk dat daar een enorm belangrijke taak is, juist om die docenten met een modern woord in hun kracht te zetten. Dus vandaar dat ik dat nu nog eventjes erbij wil halen. Dat ligt in het verlengde van de volgende vraag. Voor welke uitdagingen staat het Nederlands onderwijs nu? En laten we ons beperken tot het basisonderwijs en het stukje middelbaar onderwijs. Wat ziet u als de grootste uitdaging? De pedagogische uitdaging. Pedagogiek is uit de opleidingen verdwenen, als discipline en als reflectie. En het is ook uit de scholen verdwenen als reflectie. We hebben programma's voor pestgedrag, we hebben programma's voor ander ongewenst gedrag, we hebben een heleboel hulpmiddelen verzameld, in plaats van gewoon eens goed na te denken aan de hand van een aantal pedagogische vragen. Wat willen we eigenlijk met onze kinderen? En hoe gaan wij met onze kinderen om? En wat denken onze kinderen van ons? Dus ik vind de pedagogische, zeker gezien de maatschappelijke context, de grote onzekerheid en het chaotische karakter van de samenleving, met name zich uitend in de onrust en de onduidelijkheid op politiek niveau. In die context heb je in de eerste plaats aandacht nodig voor je kinderen. Niet voor je leerlingen, maar voor je kinderen. En je kinderen worden later leerling. Dus eerst het kind en dan de leerling. Dan komen kinderen jouw school binnen. Met vragen. Om hen te helpen. Uit te dagen, te ondersteunen om groot te worden. En wat verstaan zij onder groot worden? Misschien wel heel rijk worden, trouwen, gezin. Kinderen hebben vaak zo'n beetje dezelfde voorstellingen van later. En van volwassenheid. En daar willen ze naartoe. Als een leraar de klas binnenkomt, dan komt daar iemand binnen. En de leerlingen zijn geïnteresseerd in die iemand, wie zij is. Welk vak ze geeft, interesseert ze eigenlijk niet zoveel. Dat is heel interessant. We hebben in de loop van de tijd in verschillende projecten heel veel leerlingen geïnterviewd, uitvoerig. En dat komt er altijd uit. Hun belangstelling voor de persoon van de leraar. Wat heeft zij te bieden aan ons? Niet alleen vanuit haar vak, dat is ook, kan heel interessant zijn, maar vooral als persoon. Wat kan ik leren? Wat is mijn voorbeeld? Zoals voor mijn leraar Grieks. Ja, dat is een beetje een archetype, die belangstelling. Die is bij de kinderen nu op dit moment nog net zo aanwezig. En dat betekent dus dat ze geïnteresseerd zijn in hun relatie met hun leraar. En dat is een pedagogische relatie. En daarbinnen ontwikkelt zich de interesse voor een vak, wordt gedoseerd, wordt instructie gegeven eventueel. U zegt de pedagogiek is verdwenen uit scholen, uit lerarenopleidingen, als ik me niet... Ja, vrij wel verdwenen. Heet... Waar baseert u die stelling nou op? Gaat u op bezoek bij lerarenopleidingen? Nee, brengt u dan dat onderwerp ter tafel? We hebben veel contact met opleidingen vanuit het NIVOS. Maar ik heb destijds 3 parovisitaties kunnen doen in een jaar of 12. Een periode van 12 jaar. Nu zijn dat audits en is er een autoriteit die
je de legitimatie biedt voor je werk als instelling. Je moet je iedere zoveel jaar moet je bewijzen. Toen waren er visitatiecommissies. Ik heb daar heel veel van geleerd. En ik zag dus mijn eigen vak, de pedagogiek, als domein van reflectie en discussie. Niet of nauwelijks meer terug. Onderwijs en opleidingen zijn in de loop van de tijd, dat zal u bekend zijn, meer en meer gerationaliseerd, geëconomiseerd, van instrumenten voorzien, geïnstrumenteerd. En er is meer en meer gedacht in efficiëntie en effectiviteit, in processen en resultaten, vooral resultaten. Dat is een heel andere manier van denken dan denken over de toekomst van kinderen. De pedagogiek denkt na over de toekomst van kinderen. En probeert leraren te sterken in hun omgang met kinderen. Al in de opleiding. Laat je ze met kinderen omgaan. Laat je ze niet eerst volgens het model lesgeven. Dan staan ze tegenover de kinderen. Leraren leren hun vak door tussen de kinderen te staan en met ze om te gaan. Dat bedoel ik. Is het een pedagogische invalshoek of heb jij een instrumentele? Ik zet dat zo even tegenover elkaar. Dat is niet tegenstrijdig, maar dat zijn wel verschillende invalshoeken. Nou, daar ben ik met u eens. Hè. Als ik kijk naar mijn eigen opleiding, ging het om hoe doe ik het direct instructiemodel? Hoe zorg ik voor snelle feedback en niet hoe het relationele aspect was niet zo heel belangrijk. Het is ook heel moeilijk om te meten in hoeverre je daarin slaagt als docent. Ja, de vraag is of je dit moet willen meten. Ja, je hoeft niet alles te meten, en dat zegt de heer Biester ook. De output van onderwijs kan je niet alleen maar in eindtermen. Nee, maar daar zijn we het snel over eens. Het gaat om je verantwoordelijkheid voor de betrokkenheid en het welbevinden van dit kind, voor de goede moed die het iedere dag wil hebben om verder te komen. En jij speelt daar een belangrijke rol in. Heel concreet. Over het relationele. Het directe instructiemodel is een product van onderwijsresearchers. Dat is eind jaren 70 begonnen in Nieuw-Zeeland. Per Rosenshine, die is een bekende naam. Ja. En vanuit de orthopedagogiek had ik daar belangstelling voor, omdat het model zo dominant was. Effectief onderwijs, ja. Dus wij volgden dat wel. Maar als je goed gaat kijken, is er heel weinig theorie. Mijn voornaamste bezwaar tegen de hele effectief onderwijsstroming en alle modellen, en met name het dominante instructiemodel, is er is zo weinig theorie. Mag ik weten waarom het op een bepaalde variabele zo effectief is? Zolang er geen theorie is, vind ik het weinig aannemelijk. Dus ik kan wel zeggen, directe instructie is effectief gezien het experiment wat ik heb opgezet. Maar dan denk ik, heb jij het experiment niet zo opgezet dat die uitkomst er vanzelf uitkwam? Heel veel dissertaties laten een uitkomst zien die van tevoren was bedacht. Dat kun je instrumenteel en experimenteel zo inrichten. Onderzoek doen is een hele grote verantwoordelijkheid. Psychologisch onderzoek doen, onderwijskundig onderzoek, is een hele grote. Je moet je model zo inrichten dat je alle uitkomsten kunt krijgen. Dus de idee van effectieve instructie via het dominante instructiemodel is gebaseerd op experimenten. Is gebaseerd op uniformiteit. Dus als je in alle scholen het instructiemodel hebt en je vergelijkt die scholen, dan krijg je als best presterende de school die dat instructiemodel het best toepast. Maar ligt dat aan dat instructiemodel of ligt het aan de shared meaning in het team? Een van de Rutter, Michael Rutter, 1978, heeft een prachtige studie gedaan
School Matters heet het, geloof ik. Dat was een van de eerste effectiviteitsstudies in de inner city of London. En de effectiefste school was de school met het sterkste schoolethos. Dat is interessant. Is het het instructiemodel? Dus, snap je, die onderzoekers zijn buitengewoon vaardig met hun statistieken. Met het onder controle houden van variabelen. Met het vergelijken van uitkomsten terwijl je variabelen uitschakelt en inschakelt. Het is allemaal constructie. Het is zo gereduceerd dat die dagelijkse werkelijkheid en wat daar effectief is, gewoon niet verschijnt. Vandaar mijn vraag naar de theorie. Heb je een goede, sterke theorie? Die is er niet. Dus, terug. Waarom is het zo wijdverbreid? Wat is uw verklaring daarvoor als het zo niet gefundeerd is? Dat kun je wel bedenken. De overheden hadden daar grote belangstelling voor. Dan konden ze sturen op effectieve variabelen. En dat zijn ze zelf ook gefundeerd, zegt u. Hoe kun je nou ongefundeerd sturen op variabelen als ze alle kanten op kunnen gaan? Ik zeg, er is geen theorie, dus ze zijn niet gefundeerd. Oké. Dat vind ik een hele interessante stelling, namelijk als het gaat over het directe instructiemodel. Het ligt een beetje in het verlengde van 21st century skills, over gefundeerd en ongefundeerd. Hoe staat u tegenover het begrip 21st century skills? En welke rol moet dat hebben in het Nederlands onderwijs? Ik ben heel blij dat het zo is benoemd en beschreven, maar je ziet onmiddellijk dat het een economisch model is wat erachter zit. Hoe kunnen we onze kinderen zo profijtelijk mogelijk maken voor zichzelf en voor hun omgeving? Wat ik in de eerste plaats nodig heb, is een duurzame, een vreedzame en werkbare samenleving. Vreedzaam, duurzaam en werkzaam. Hoe bereik ik die? Door in de eerste plaats aan relatie te werken. Dat vind ik niet terug in de 21st century skills. Omdat dat niet in hun model was meegenomen. Hun model is een model dat uitgaat van voortgaande groei enzovoort. Dus van een sterke Europese gemeenschap enzovoort. En dat is vooral vanuit de economie gedacht. Vanuit de pedagogisch gedacht kom ik bij Pista, een andere. En daar vind je andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Heel typisch voorwaarden waarbij van net af aan kinderen in de gemeenschap worden opgevoed. En dus waarbij de verantwoordelijkheid voor de ander wordt ervaren, al vroeg door kinderen. Dat is een pedagogische opdracht. Kinderen leren verantwoordelijkheid voor anderen te ervaren. Dus ik ben heel blij met het advies van Schnabel. Dat is vreselijk bekritiseerd door het establishment, door Zeker. Het onderwijskundig establishment. Dat was, vond ik, ten onrechte. Er wordt een perspectief geschilderd van een veel flexibeler onderwijs, wat meer aandacht besteedt aan de het nodige zelfvertrouwen, autonomie van kinderen. In het advies van Schnabel zie ik een meer geëmancipeerde burger verschijnen. Dat heeft voor onderwijs directe consequenties. Hoewel het achterliggende model een economisch model is, zie je toch sterk emancipatoire trekken. En als onderwijs daar echt rekening mee moet gaan houden, dan moet het klassikale onderwijs worden afgeschaft. Dus de bonden begrijpen meteen waar het over gaat. Dus verzetten ze zich. De effectief onderwijsonderzoekers ook verzetten zich meteen. Omdat ze zien dat er een ingrijpende stelselwijziging nodig is. Ik wil richting ik ga voor de tijd bewaken. U praat over dat onderwijs het helemaal omgaat. Ik wil met u tot slot, in het laatste gedeelte, naar een toekomstscenario. Wat is volgens u
het ideale toekomstscenario. Niet wat er allemaal zou kunnen gebeuren, maar volgens u, vanuit uw normen en waarden, wat het beste is voor het kind. Want daar zit ik uiteindelijk voor. Ik zou het huidige potentieel, we spreken over onderwijs, het huidige potentieel dat aanwezig is bij besturen, directies, leraar in de eerste plaats, beter willen benutten. Dat wil zeggen het dwangmatige, voldoen aan systeemcriteria vermijden. Om te beginnen, wat de leerlingen betreft, de normatieve vergelijking. Leerlingen worden altijd met elkaar vergeleken. En dan heb je een rangorde. Waar is dat voor nodig? Dat heb ik nog nooit begrepen. Het helpt niemand. Leerlingen zijn leerplichtig. Leerlingen moeten op school doen wat ze kunnen. Hun tijd gebruiken. In het instructiemodel gaat heel veel tijd verloren. Niet dat het moet worden afgeschaft. Je hebt het instructiemodel nodig. Zeker als je groepsgewijs onderwijs geeft. Maar het dwangmatig moeten willen voldoen aan die systeemkenmerken. Aan overgang van groep 3 naar groep 4 of van de eerste klas naar de tweede klas. Waarom hebben wij het leerstofjaarklassensysteem ingevoerd? Dat is nu gewoon niet meer valide. Het was al heel lang niet meer valide en relevant. Waarom schaffen we dat niet af? Het is tijdverlies, energieverlies, onderpresteren. Dus mijn toekomstige scenario is er één waar elke leerling in beginsel presteert wat hij kan. Dat kan nu niet, klassikaal. Dus betere performance, onderlinge vergelijking afschaffen. Een leerling moet doen wat hij kan. Dat betekent dat hij betrokken moet zijn. Dat betekent dat er een goede interactie is tussen leraren en leerlingen. En die trend is wel duidelijk. Beschouw een leerling eerder als een individu dan als een nummer in de klas. Of een bepaald stoeltje in de klas. Dus wat mij betreft het ideale scenario. Het ideale scenario is een scenario waarbij elke leerling de ervaring heeft dat hij gekend wordt en dat hij doet wat hij kan. Dat vind ik een hele mooie. Ik heb voor u nog 1,5 vraag. Dat is uw toekomst. Hoe ziet die eruit? En als u iemand zou mogen interviewen, wie zou de eerste zijn op uw lijst? Dat zijn mijn laatste vragen. Nou, de eerste op mijn lijst, dat stond ook op jou, was een van jouw vragen. En dat is Kortjak. Hij is al heel lang geleden overleden. Maar ik zou Kortjak willen interviewen. En wat is zijn belangrijkste standpunt of idee waar u in geïnteresseerd bent? Hij is een van de grote pedagogen uit de Europese geschiedenis. Een recente pedagoog, eerste helft vorige eeuw. Die voor de huidige tijd met zijn opvattingen buitengewoon actueel is. Heel kritisch naar zichzelf en naar zijn omgeving, volledig toegewijd aan kinderen, maar een grote realist. Kritisch, maar een grote realist. Die voor al kinderen van meet af aan zoveel mogelijk zelf laat doen en verantwoordelijkheid ervoor laat dragen. Hij erkent ze van meet af aan als hun volwaardige partner. Het is een volpartner. En ja, dat is een van zijn sterkste kanten. Grote humor ook. Dus ik zou hem willen interviewen. Zeker. Want er zijn natuurlijk een heleboel heel interessante mensen. Daisy en Ryan zou ik ook wel willen interviewen. Maar ook een man als Csikszentmihalyi Mihail, de man van de flow. Ja. Ja, dat is een buitengewoon begaafd mens. John Dewey, zou u die willen interviewen? John Dewey zeker ook.
Zeker ook. Ik ken hem niet voldoende om hem de goede vragen te kunnen stellen. Maar, ja. Iemand bij leven? Iemand bij leven? Ja, u zei al, Daisy en Ryan. Ja, die leven nog. Ja, Daisy en Ryan. Maar ik zit te denken, iemand in eigen land, er zijn er ongetwijfeld. Ik zou toch wel een groep oud-politici, oud-premiers willen interviewen. Ja. Heeft u één naam die eruit springt? Ja, ik denk aan Lubbers. Die hoort daar in elk geval bij. Ja, en ook de wat meer recentere heeft 4 kabinetten gehad. Rutte niet. Daarvan weet ik dat hij niet geïnteresseerd is in visies. Want dat heeft u hem horen zeggen. Dat heeft hij herhaald. Hij herhaalt het nog in iets andere termen. Visies hinderen. Hij is een pragmaticus. Hij is een man die repareert. En daar is hij verschrikkelijk goed in. En dat hebben we ook hard nodig. Dus dat is, misschien is het wel de goede man op de goede plaats in de goede tijd. Ik zou wel eigenlijk... Balkenende bedoel ik, die zou ik. Oh, oké. Okay. Ja. 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 En dan u als laatste. Hoe ziet uw toekomst eruit? Wat zijn uw ambities? Komt er nog een boek aan? Bent u nog met onderzoek bezig? Doet u nog promotie begeleiden? Nee. Promotie begeleiden doe ik al lang niet meer. Die verantwoordelijkheid vond ik te... omvattend voor het werk dat ik voor het NIVOS al deed. En ik heb nu ook geen promotierecht meer, maar had ik tot voor kort wel. Mijn toekomst ziet er wat rustiger uit dan de tijd die ik achter me heb. Ik ben geen grote schrijver, dus ik denk niet dat er van mij nog echt boeken komen. Misschien wel een commentaar, maar daar ben ik ook wat terughoudend in. Ik praat wel makkelijk, wel misschien makkelijk een mening over iets, maar schrijven en goed gedocumenteerd, dat is toch nog wat anders. Dus ik weet het eigenlijk niet zo. Misschien een hobby? Ik heb niet zoveel hobby's behalve lezen. En reizen doe ik wel graag. Het wijst zich vanzelf. Het wijst zich vanzelf. En wat is uw rol binnen NIVOS? Ik was tot voor 1 januari directeur. Algemeen directeur. Rob Martens volgt mij op. Hoogleraar van de Open Universiteit. Die is al in functie. Dat is de wetenschappelijk directeur. En we hebben nu een algemeen directeur. Dat is Gabriel Taus. Ik wil namens alle kijkers ook bedanken voor al het werk dat hij heeft gedaan voor het Nederlands onderwijs. Zeker de orthopedagogische kant. En de belangrijke boodschap, eerst het kind, dan de leerling. Ja, die zal lang blijven doorklinken. En als u het niet zegt, dan zal ik het zijn. En heel veel anderen die uw werk met heel veel interesse gevolgd hebben. Dus ik wil u bedanken voor uw tijd en dit interview. Dank je wel.